Ik had het ook niet verwacht dat het zo goed zou zijn. Echt vanaf de eerste minuut zat ik geboeid te kijken. Ik vond het een fantastische wedstrijd, goed tempo. Gisteren was een bijzondere en enerverende dag. Nederland heeft gewonnen van Oekraïne. Vandaag wordt nog een spannendere dag. Want ik ga sportverslag doen van een sport waar ik de ballen verstand van heb. Nou, een topwedstrijdje gespeeld gisteren. Boven de verwachtingen bijna wel, dacht ik. Ja, ik had het ook niet verwacht dat het zo goed zou zijn. Echt vanaf de eerste minuut zat ik geboeid te kijken. Ik vond het een fantastische wedstrijd. Goed tempo. Kwetsbaar achterin. Maar wel voorin. Heel veel creativiteit. Heel veel kansen. Een week voor het EK was eigenlijk iedereen super sceptisch. En eigenlijk is het helemaal omgeslaan in dat iedereen denkt dat we het EK gelijk gaan winnen. Ja, is de kans groot? Nou ja, kijk... De grote jongens moeten nog beginnen. We hebben vanavond Spanje tegen Zweden. We hebben dan morgen de Duitsers tegen de Fransen. En Portugal hebben we nog niet gezien. Dus we moeten heel voetjes op de grond. Want we hebben ook gezien hoe snel het tij kan keren. Ik vond het niet erg goed. Nee? Nee. Ze hebben wel gewonnen. Kijk, slechte wedstrijden moet je ook winnen. Maar het was geen goede wedstrijd. En waar lag dat aan? Ze te verdedigend spelen. Ja. Ze spelen met 5 verdedigers. Je ziet, er worden 2 goals worden dan gemaakt. Omdat er gewoon 5 verdedigers lopen en... Die pakken, pak jij hem, pak ik hem. Lopen er te veel. Ja, zijn er toch 3 goals gemaakt? Was er de opstelling die dan toch niet goed was? Ja, ik denk dat Dumfries het supergoed deed. Denzel Dumfries, die zwaar onderschat wordt. Wat niet alleen een hele leuke voetballer is, maar ook een hele leuke jongen. En ja, die wordt de man van de wedstrijd. En dat gun ik hem zo erg. Dat is een fantastisch mens. En Wijnaldum. Met zijn linkerbeen, wat niet zijn sterkste been is, maar naar mij weten. Een schitterende goal. Ja, het was echt een... En bij 2-0, ik dacht steeds... Het gaat net als met Engeland en Italië. Ja. Eerste helft spelen ze kapot. Dat deden ze ook. Ze hebben Oekraïne kapot gespeeld. Alleen ze hadden Oekraïne natuurlijk nooit terug mogen laten komen. En dat blijft het zwakke van Nederland. Als je zo tegen Engeland of tegen een favoriet speelt, dan ga je dik van de mat af. Dus jij bent er eigenlijk nog niet overtuigd dat het kampioenschap in de pocket is? Nee, nog lang niet. Nog lang niet. Ik zit toevallig net Tsjechië te kijken. Die staan nu 2-0 voor. Ja, het zijn allemaal best wel redelijke goede ploeg hoor. Ja. Dan Nederlands die spelen, ja, wat ik zeg, slechte wedstrijden moet je ook winnen. Maar ik vond het niet best. En heb je nog een moment gedacht, het gaat misschien wel gelijk spel worden? Of heb ja, je natuurlijk toen die 2-2 werd, want het is een mentale klap. Hè? Ja. Iedereen die gesport heeft weet, als je in een roes zit en dan krijg je een tegenslag... Ja, dan kan het ook mentaal iets met je doen. En ja, dat ze dan toch nog op 3-2 komen, is de droomuitslag. Was dit de moeilijkste van de pool? Nou, dat weet je nooit, want zij speelde vrij aanvallend. Dus er kwamen veel ruimtes. Dat was ook geschikt om eigenlijk een goede wedstrijd te spelen. Ja. En dat kan bijvoorbeeld tegen de Oostenrijkers, die wat verdedigender spelen, wat agressiever spelen ook, kan het soms wel eens moeilijker zijn. Dus we moeten opletten dat we niet in de mes lopen tegen de Oostenrijkers daar. Oostenrijk is, ja, win je niet makkelijk van, maar daar moet je van kunnen winnen. 3-1? Wat gaat het worden? Ja, dat moet 3-0 worden in minimaal. Ja? Ja. En denk je dat Frank de Boer gelijk gaat krijgen over dat we de halve finale gaan halen? Nou, Frank de Boer vond ik überhaupt geen trainer voor het Nederlands elftal. Waarom niet? Nee, ik vind hem te verdedigend spelen. En ik vind dat hij te veel Ajax-ziet oproept. Want ik denk het allemaal, ik vind wel goed dat hij... Dat hij ja, wie zouden we dan van ADO Den Haag moeten hebben? Ja, totaal niemand, want dat is helemaal niet over te praten. Maar ik denk dat er toch wel wat andere spelers erin horen staan. Gaan we alle punten binnenhengelen? Nou ja, dat is het probleem. Moet je alle punten willen binnenhengelen? Want dan ben je nummer 1 in de pool en dan zit je geloof ik heel gevaarlijk. Dan krijg je nog een Portugal of Duitsland of iets kan aan je tegenstander worden. Dus je moet eigenlijk nummer 2 worden. Dus je moet maar verliezen van Noord-Macedonië.